Dag, dames en heren. Ieder weekend nemen we de opvallendste gebeurtenissen uit de afgelopen week even met u door. En vandaag doen we dat vanuit, hoe kan het ook anders, Leiden. Want daar is het bijna de dag waar heel veel Leidenaren naar uitkijken. 3 oktober, Leidens ontzet. Verder in deze uitzending. Bewoners van de Haagse Herderslaan zijn stenen gooiende jongeren zat. Ik heb hem even flink aan zijn gezicht geknepen. En even flink duidelijk gemaakt dat dit dus de eerste en de laatste keer is. Want dat ik dit niet pik. Een 14-jarige jongen dreigt met een schietpartij op zijn school in Zoetermeer. Ik zou het zelf niet doen. Als een vriend van mij dat bij mij zou doen, ik zou het echt niet leuk vinden. En Den Haag wil minder Pokémon op Kijkduin. Welkom bij het TV West Weekoverzicht. En de week begint sportief in Den Haag met de vredesloop. Duizenden kinderen en volwassenen rennen langs plekken die op de een of andere manier iets te maken hebben met vrede. En dat levert mooie plaatjes op. De kassa van Museum Naturalis rinkelt volop, want door T-Rex Trix stijgen de bezoekersaantallen. En ook in de rest van Leiden is sprake van een Trix-effect. Dagelijks zijn er lange rijen voor de kassa van Naturalis. Alleen voor Trix, want de rest van het museum is dicht wegens een grote verbouwing. Toch komen er sinds 10 september, toen Trix voor het eerst te zien was, veel meer bezoekers naar Naturalis dan in dezelfde maand vorig jaar. Iets vergelijkbaars gebeurde in Chicago met de komst van T-Rex Sue. Toen Sue daar kwam in het Field Museum is in de jaren daarna het bezoekersaantal verdubbeld naar 1,5 miljoen. Enorm belangrijk voor het museum, ontzettend belangrijk voor de stad. Wat je eigenlijk in Chicago zag, dat met Sue en met wat op dat moment gebeurde, Chicago echt ineens een hele belangrijke toeristenstad werd in de Verenigde Staten. Deze mensen hebben Trix net gezien en wachten nu op het Trix-treintje dat ze naar het centrum brengt. Nu de stad in. Ja, Leiden, ontdekken. Ja. Om wat te doen, precies? Dat weten we nog niet. Wat doen we? Koffie drinken, broodje eten. Volgens mij is er genoeg te doen in Leiden dus. En vooral in de weekenden wordt er gretig gebruik gemaakt van deze service. Het leuke van het hoppen op of ding is dat ze natuurlijk kunnen uitstappen. En we later, een kwartiertje later, overal weer kunnen opstappen. Dat ding blijft rijden tot 6 uur 's avonds. En ziet u nu ook echt dat die treintjes vol zitten richting het centrum? Ja, alleen maar. En dus wordt het op de terrassen in de Leidse binnenstad steeds drukker. Iets waar de wethouder Economische Zaken uiteraard blij mee is. Dit zal opnieuw bijdragen voor mensen om te zeggen, nou ga ik een keer naar Leiden. Ik was dan tijd van plan, maar we gaan naar Leiden, we gaan naar Naturalis, we gaan naar die T-Rex. En dan lopen we ook nog even die stad in en dan gaan we een kop koffie drinken of een hapje eten of winkelen. En daarom zijn we ook wel blij met zo'n komst van zo'n T-Rex. De tentoonstelling T-Rex in Town is nog geopend tot juni 2017. En vanaf eind 2018 is Trix dan te zien in het vernieuwde museum. Een aantal bewoners van de Herderslaan in de Haagse Schilderswijk is de overlast van een groepje jongeren meer dan zat. De jongeren gooien volgens hen regelmatig met stenen vanaf een pleintje achter de huizen. Volgens Cor Hartgring uit de Herderslaan vliegen de stenen hem regelmatig om de oren. Zondag is het weer raak en vliegen 3 keien over de schutting. Ik ben niet de enige waar het bij gebeurt, het gebeurt bij meerdere. Als een van mijn kinderen of kleinkinderen geraakt worden door een steen, ja, dan is het leed niet te overzien, want ik ga er recht op in. En ja, dit is... ze gaan er recht om. Ook bij Rietje Monen vliegen er stenen de tuin in. En dan zitten wij dus met deze ellende. En niet alleen ik, het hele rijtje. Volgens Groep de Mos beginnen de incidenten 2 jaar geleden met voetballen die per ongeluk over de schutting worden geschoten. In plaats van even aan de voorkant aan te bellen, menen ze te moeten gaan inklimmen om de ballen te halen. Daar werden ze op aangesproken door de bewoners. Dat hebben ze blijkbaar de jongens niet geaccepteerd en het is eigenlijk geëscaleerd van ballen tot halve bakstenen. Volgens Cor gaat het om een wisselende groep vandalen. Sinds het terrein bij de houtzagerij is gerenoveerd, is het makkelijker voor vandalen om stenen te gooien. Ja, nou dan heb je hier een lamp. Een beetje goede wil, stap je er zo op. En dan sta je binnen. Nou, het hek hier ook, als je dus het hek ziet. Hier zo, ze hebben dus een opstap.
Je kan hier vandaan zo op je gemak, kun je zo naar binnen en naar buiten. Het is echt meer als een schande. Waar zie je dan voor uitmaken? Ja. Het is echt gewoon belachelijk. Wanneer de stenen worden gegooid, belt Rietje direct de politie. En toen kwamen de agenten aan, nou ja, en toen was het echt jij bent een, nou ja, laat ik het dan maar zeggen, je bent een kankhoer en jij hoort ons niet te waarschuwen en je discrimineert ons en wij hebben het recht om daar te komen, maar een afgesloten terrein is afgesloten. Dit is geen baldadigheid meer, weet je, baldadigheid dat zijn andere dingen, dit is echt puur gewoon erop uit zijn om de mensen de ramen in te gooien en problemen te veroorzaken. Ik heb hem even flink aan zijn gezicht geknepen en even flink duidelijk gemaakt dat dit dus de eerste en de laatste keer is, want dat ik dit niet pik. Groep De Mos heeft direct vragen gesteld in de gemeenteraad over de situatie in de Herderslaan. In winkelcentrum Leidse Hagen gaan de sloophamers al flink tekeer. Over ruim 2 jaar moet in Leidschendam de Mall of the Netherlands verrezen zijn. Een supermodern shopparadijs. In Zweden staat al zo'n mall. En dat is het voorbeeld. Leidschendam, ooit een fris luxe winkelcentrum in de jaren 70 en weer opgefrist in de jaren 90. En nu alweer ouderwets. Rommelig, saai en grijs. En extra rommelig door sloop. Ik heb geen idee wat het is. Nou, dat zie je op die platen, hè? Oh, dat heb ik nog niet gezien, maar goed. Aan de zijkant, hier aan de zijkant staan die platen. In een buitenwijk van Stockholm ligt de Mall of Scandinavia. Een soort prototype van hoe het moet gaan worden in de Mall of the Netherlands. En daar ga je in de toekomst niet alleen naartoe om boodschappen te doen. Juist ook inspiratie, entertainment, daarbij een bioscoop pakken, een hapje eten, het totaalpakket. Graag een middagje uit. Dat is eigenlijk een mooie samenvatting wat wij willen bieden en wat hier dus al gerealiseerd is. God bless the child that's got his own. Het is overdekt. Veel marmer, vol prikkels, toch rustig. En je kan er prettig relaxen. Maar de vraag is, zal de conservatieve Nederlandse winkelier er warm voor lopen? Wat wij in Nederland willen gaan doen is gebaseerd op jarenlange ervaring elders in het buitenland. Dus daarmee hebben wij ook zelf het volste vertrouwen dat het ook in Nederland zal gaan werken. Nederland, open economie, open mensen en ook een land met een goede bestedingskracht. Als het in Spanje kan, als het in Polen kan, als het in Zweden kan, kan het ook in Nederland. Het wordt in ieder geval anders, met luxe gratis toiletten. En een parkeergarage alsof je een discotheek inrijdt. Dit is het eerste ontvangstgebied dan van ons centrum. Dat is toch heel wat anders dan wat je bij veel parkeergarages ziet. Dit zijn allemaal lessen die we ook geleerd hebben uit het verleden van andere ontwikkelingen, andere parkeergarages die we gemaakt hebben bij andere centra in Europa. Winkels met één auto waar je aan mag snuffelen. Terug naar Leidschendam, want het duurt nog wel een tijd voordat er Scandinavische grandeur is in het toekomstige Mall of the Netherlands. En nu, dat is leeg, het leeft niet, het... Ik heb grote verwachtingen met de verbouwing en dan wordt er weer wat neergezet en dan hoop ik dat het hier weer lekker begint te bruisen. Veel ophef in Zoetermeer als een 14-jarige jongen dreigt met een schietpartij op het stedelijk college. Onder de naam van een medeleerling plaatst hij het dreigement op een internetforum. In eerste instantie wordt gedacht dat de jongen onder wiens naam de bedreiging wordt geplaatst wordt gepest. Maar dat ligt toch net even iets anders, zegt de directeur van de school. Deze jongens zijn vrienden van elkaar. Dat heeft ons dus heel erg bevreemd. Het betekent voor ons in ieder geval dat we er iets anders achter moeten zoeken dan misschien gewoon pestgedrag. Maar volgens de jongeren in de buurt doe je zoiets niet als vrienden. Ik heb ook vrienden, maar zoiets heb ik nooit gedaan. Ik bedoel, kijk, het kan misschien grappig lijken. Dus ik kom wel graag even een grap met iemand uithalen. Maar als je kijkt wat er gebeurt. Nou, ik vind dat dat niet kan. Ik zou het zelf niet doen. Als een vriend van mij dat bij mij zou doen, ik zou het echt niet leuk vinden. Gelukkig keert de rust op school terug. Wel zijn er maatregelen genomen. We hebben vandaag ook extra politie rond in de school. We hebben externe hulpverleners ingevlogen die ons helpen op een gegeven moment om de juiste dingen te doen en zorg te verlenen daar waar het nodig is. Is hij nog welkom op school? Nou, dat weten we op dit moment nog niet.
We gaan eerst even het onderzoek afwachten wat de politie op dit moment uitvoert. En op basis daarvan gaan we conclusies trekken en gaan we verder. Blijft de prangende vraag over, kan een jongen van 14 de consequenties van dit soort daden overzien? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk door de leeservaring, inderdaad, als je wat ouder bent, dat je meer ervaring opdoet. Dat je weet van, ja, als ik dit doe, dan zit er een hele nare gevolg aan. Dus ja, dat is natuurlijk niet goed. De Meeuwen hebben gewonnen in Den Haag. De gemeente ziet geen mogelijkheden meer om de overlast door de vogels aan te pakken. Maar de VVD legt zich niet neer bij de nederlaag en wil de Meeuwen van de lijst met beschermde diersoorten. Van die meeuwen heel erg veel last, dat is echt waar. Met je was en alles en je ramen. Je ramen zitten altijd vol. Zodra we je ramen gezien hebben, hupsakee. Ja. Ik had een ijsje gekocht, ik zit net. En ik wil net een lik nemen en hup, van achteruit duiken ze zo erop en je ijsje weg. Als ze er ergens over kunnen meepraten, is het wel aan de kust. De gemeente heeft de afgelopen jaren op allerlei manieren geprobeerd om de meeuwenoverlast terug te dringen. Bijvoorbeeld het inzetten van nep-eieren. Kostbaar en niet effectief is de conclusie. En ook het inzetten van lasers of roofvogels lijkt niet te werken. En daarom blijft het voorlopig bij ondergrondse afvalcontainers en gele vuilniszakken. Maar er zijn nog sommige die zetten de zakken met vuil nog naast de container. Dus af en toe is er nog wel last? Ja. En dus is het 1-0 voor de meeuw. Onacceptabel, vindt de Haagse VVD. Die partij gaat daarom ideeën voor de bestrijding van de dieren die in de stad leven verzamelen en nog eens aan het stadsbestuur overhandigen. Het college staat weliswaar achter, maar ze hebben ook gezegd, ja, als er dan mogelijkheden zijn, dan willen we daar best wat tijd in steken. En nou ja, dan gaan wij ze daar maar bij helpen. Maar de liberalen willen meer. De Haagse VVD gaat de Tweede Kamer proberen te bewegen om de meeuw van de lijst met beschermde diersoorten te halen, zodat er nog meer maatregelen kunnen worden genomen. Ja, dat vind ik sowieso interessant. Ik bedoel, kijk hier om je heen. Ja, je zult ze typisch nu niet in beeld zien, maar er zijn er echt veel te veel. Maar dat duurt natuurlijk een tijdje, dus we moeten tegelijkertijd inzetten op nog korte termijn maatregelen. Om te kijken wat we nu kunnen doen en volgend broedseizoen al. Maar voor het zover is, is er nog even uitkijken. En als je daar naar lopen mensen met een portie kibbelingen of een haring, nou, die hoef je ook niet te eten, want die is ook weg. Ga jij zeggen, die meneer zeggen van dat die meeuwengroep allemaal de vogels. Ja, patat en alles pak ze uit je handen. Ja, op de boulevard. Ik zeg hier, vreet die zak ook maar op. U kent hem waarschijnlijk als makelaar of van de televisie. Harry Mens. Maar hij doet tegenwoordig ook in De Dood. In zijn woonplaats, Lisse, heeft hij een gigantisch crematorium geopend. Dit is wat ons onderscheidt van een ander crematorium. Die hebben dat meestal niet. Meestal ga je dan direct de aula in. Overigens passeer je onderweg twee mooie schilderijen. Dat zijn twee Rembrandts. Ze zijn helaas niet echt, want dat kan ik niet betalen. En dit is de grote aula. Het blijft natuurlijk een crematorium, maar Harry Mens heeft er alles aan gedaan om er een plaatje van te maken. De dood is een totaal nieuwe businessvorm. Normaal gesproken houdt men zich bezig met de verkoop van bedrijfspanden en natuurlijk het presenteren van zijn tv-programma Business Class. Maar hoe kwam u dan op dat idee? Niet ieder mens heeft het idee, ik ga later een crematorium beginnen. Nou, ik kende Hein Swinkels, die had er 7. En Hein is inmiddels helaas overleden. Die kwam ik op vakantie altijd tegen en die praatte er altijd voluit over. En die heeft mij tot denken gezet en eigenlijk geïnspireerd. Toen dacht u, dat wil ik ook? Nou, dat wil ik ook. Het zat ergens hier in mijn bovenkamer. En toen zich de gelegenheid voordeed, ik denk, nou, dan is dit een mooie gelegenheid om het hier te doen. Een crematorium van 3500 vierkante meter is het resultaat. Lissenaren komen massaal op bezoek om het gebouw van binnen te bekijken. En het bevalt. Fantastisch. Ja, ik vind het schitterend, die waterpartij bij de grote zaal. Veel plaatsen waar je kan zitten en wat dan ook. Ik voel me hier, zou me hier op mijn gemak voelen, maar ja, dat helpt dat niet meer natuurlijk. En alhoewel Mens erg trots is op zijn crematorium, wil hij er zelf niet gecremeerd worden. Nou, dat klinkt heel vreemd, maar ik word niet gecremeerd. Wij hebben een traditie in de familie, dat we een familiegraf hebben en daar wil ik me op richten.
De gemeente Den Haag stapt naar de rechter om de overlast van Pokémon Go op Kijkduin tegen te gaan. Zo wil de gemeente dat de makers van het spel stoppen met het laten verschijnen van Pokémon 's avonds vanaf 11 uur tot 's ochtends 7 uur op het Deltaplein in Kijkduin. En de virtuele beestjes moeten helemaal weg uit het beschermd duingebied. Patrick woont pal tegenover het Deltaplein, waar de Pokémon-gekte zich dagelijks afspeelt. En hij kan zich helemaal vinden in het kort geding van de gemeente Den Haag. Ja, ze komen dus soms komen ze hier en dan schroeven ze hem hier open. En dan pakken ze hier de stroom uit. En dan laden ze hier dus die mobiele telefoons op. Daarnaast lopen ze in de duinen en de vossen die zie je niet meer. Om 5 uur loop ik met de honden buiten, je ziet geen vos meer. Dat was eerst wel. Konijnen zijn er niet meer, dus vandaar dat ik heel blij ben met dat kort geding. Hij zit, als je naar beneden loopt, denk ik naar links. Een paar honderd meter verder zijn Gijs en zijn vrienden op zoek naar Pokémon. Nee, de regen houdt ons helemaal niet tegen. Ik zeg, we zijn helemaal uit Breda gekomen, dus ik houd lekker dan maar met regen. Zij hebben een andere mening over wat de gemeente nu van plan is. Ja, ik denk wel dat ze een beetje overdrijven. Ja, zoveel mensen komen er tegenwoordig niet meer zo als dat het helemaal op het begin was. Dus het zijn volgens mij echte weekenden waar het nog echt heel druk is hier zo. En voor de rest valt het eigenlijk wel mee op het moment. Ja, om nou meteen eerst hier de Pokémon hoofdstad van Nederland van te maken en dan met rechtszaken gaan gooien, vind ik een beetje overdreven. De ondernemers in Kijkduin zijn verdeeld. In de zomer, als Pokémon hordes mensen trekt, klaagt een aantal omdat spelers bijvoorbeeld hun wc's massaal gebruiken. Anderen vinden de rage juist een zegen. Wat hebben we hier? Een Pokémon-winkel. Normaal gesproken een Ibiza-winkel en op het moment verkopen we ook Pokémon-spullen. De omzet van de ondernemers is naar schatting gestegen met wel 15%, dankzij die Pokémon-diertjes. Wij als ondernemers zijn er gewoon blij mee dat eindelijk dat er wat reuring is op Kijkduin. En een rechtszaak, ja. De tijd zal moeten uitwijzen of er überhaupt een goede uitspraak komt, maar wij als ondernemers zijn er hartstikke blij mee. En het is gewoon een zegen voor Kijkduin dat het zo druk is geworden daardoor. Ik heb er begrip voor, maar ik vind het jammer. Als ondernemer, absoluut. Ja, ja. En ook als bezoeker zelf van Kijkduin. Ik hoop dat mijn kinderen hier nog steeds welkom zijn om Pokémon te spelen. Maandag is het 3 oktober en er staan hier weer duizenden leienaren in de rij om hun haring en wittebrood op te halen. Leiden viert dan Leidens Ontzet. En dat het feest eraan komt was afgelopen week al goed te merken in de stad. Pieter van der Werf, burgemeester van een mooie stad. Want hij is Pieter van der Werf, Pieter van der Werf, burgemeester van een mooie stad. En meneer, vol verwachting klopt uw hart? Ja, zeker. En vooral voor deze generatie. Want ja, wij worden ouder en de jeugd die moet het dan overnemen. Vind je het jammer dat Jochem Meijer er niet is? Nou, hij kan wel goed grapjes maken, dus ik vind het wel jammer, ja. Komt volgend jaar Jochem wel weer? Hij heeft me gezworen dat hij geen dubbele afspraak maakt, dus hij is er zeker bij. Leienaars doen het maar eenmaal per jaar. Ze vieren 3 oktober met elkaar. Harriet van Wittebrand, daar komen geuzen, daar komen geuzen. Harriet van Wittebrand, daar komen geuzen al in de boot. Wist u Jochem ook? Ja, tuurlijk. Je hoort er toch bij. Hopelijk wordt het goed feest weer komende maandag. Afgelopen week was in ieder geval nog heerlijk. Ja, op een paar plensbuien en wat windstoten na dan. Zo zag dat eruit.
mooiste weerfoto van afgelopen week is gemaakt door Joren Maas. Een foto van Scheveningen, het lege strand, maar wel met een mooie blauwe lucht nog steeds. Hij wint de foto afgedrukt op canvas en wilt u ook een keer winnen? U weet het recept inmiddels al. Blijf u weerfoto's, sfeerfoto's, natuurfoto's opsturen naar weer@omroepwest.nl. En dit was het voor deze week. Volgende week zaterdag is er natuurlijk weer een nieuw TV West weekoverzicht. Het actuele nieuws kunt u blijven volgen via onze site omroepwest.nl, de app, Facebook en Twitter. En natuurlijk via de collega's van 89.3 Radio West. Voor nu, vanuit Leiden, een heel fijn weekend.